K3-lid Marten die is volgens mij betrapt. Ja, ja, betrapt. op een goede manier. Ja, hoor. Afgelopen ja, ja. weekend is ze in het geheim getrouwd. We hebben de afgelopen periode een hele PR-tournee gezien van K3. En Mart liep ondertussen, terwijl ze alle interviews gaven van de pers, met een groot geheim rond. Dat was namelijk dat ze ging trouwen met haar Synergy. Die zijn nog sinds 2019 samen. En die zijn afgelopen weekend in het geheim getrouwd. En dat, oh, uh, dat ja. hebben ze in, in het Waalse Bertrix gedaan. Uh, uh, daar uh, kan dat ook volgens mij. Als je helemaal daar gaat trouwen. Als je helemaal dan, daar, dan ben je inderdaad. Dan, en ze hebben ook de uitnodiging een beetje los van elkaar verstuurd. Dus een beetje aan de mannen zo van je uh, moet dit aandoen naar de vrouw. Zodat nergens de pers de lucht van zou krijgen dat er echt een uitnodiging voor een huwelijk was. En het is toch, als dat in België ook lukt, dat je echt in het geheim kunt trouwen. Ja. Uh, dan is dat echt wel een complimentje waard. Natuurlijk wil het management vandaag niet bevestigen, nog ontkennen. Maar goed, we hebben deze foto's. Dus uh, ga er maar vanuit dat dat hartstikke klopt en dat ze dolgelukkig zijn.